Ga zitten, Sven. Dankjewel. Okay. Sven van der Wal, ja, welkom ben ik. Bij het programma van Vastwel. Dankjewel, ik vind het leuk om er te zijn. Ja. Dat is mooi. Het is een eer. Nou, dat doet me deugd. Het thema is verbijsterd en verwonderd. Mm-hmm. Maar voordat we daar naartoe gaan, ben ik eigenlijk heel benieuwd wie Sven van der Wal is. Wie is Sven van der Wal? Ja, eigenlijk ben ik gewoon een normale scholier, denk ik, van 18. Ik zit op het Frenken, 6 VWO. En ik hou van schrijven en van lezen en alles wat eigenlijk met kunst te maken heeft, vind ik toch interessant. Mooi. Ja. En in relatie tot het thema van vandaag, wat wil je vertellen? Wat ik wil vertellen is dat ik heb depressie gehad. 2 jaar geleden is het begonnen, tot en met denk ik begin dit jaar. Dus ik heb een jaar diagnose gekregen. En voor mij was de wereld toen echt donkerzwart. Ik vond niks leuk, niks verbaasde mij, verwonderde mij. Totdat ik het eraan gewerkt had. En nu leef ik zo een leven dat eigenlijk al een soort regenboog is met eenhoornen en feest. Oké, dus je bent extreem van de ene naar de andere kant. Ja, ik ben extreem van, in de put zit ik nu zeg maar boven de wolken. Oké. Ja. En zou je iets meer willen vertellen over depressie? Want dat is ook niet iets wat voor alle mensen bekend is en al helemaal geen onderwerp wat heel vaak besproken wordt. Nee. Ik wil het ook graag bespreekbaar maken. Het begon eigenlijk al toen ik 14 was. Want ik had best wel gewoon niet alle leukste gedachten. Dus ik had best wel dat ik dacht, nou ja, ik ben hier om te leven, want dat is nou helemaal gebeurd. Maar of ik het nou helemaal vet vind, dat weet ik niet. Hmm. En ik dacht gewoon, dat hoort het bij de puberteit. Iedereen denkt zo, iedereen is onzeker en zo. En toen op een gegeven moment ging het echt niet meer. Ik wilde zeg maar alles wat ik ooit leuk vond, vond ik ineens niet meer leuk. En het ging ook heel geleidelijk. Dus je had het zelf niet door, het sluipt echt naar binnen. En toen zei mijn moeder, misschien moet je toch gewoon echt met iemand praten. Want zo kan het niet. En hoe uitziet dat als je zo depressief bent? Kom je dan je bed niet meer uit? Of, nou, ik kwam best wel mijn bed uit, want ik ging ook gewoon naar school. Er zijn natuurlijk hele andere vormen van depressie. Dat is ook hoe je ermee omgaat. Maar ik was op een gegeven moment gewoon, ik had geen emoties meer. Ik deed omdat er van mij verwacht werd om op te staan en te slapen. Maar je was helemaal vervlakt. Ja, ik vond van niks echt leuk. Maar ook niet dat ik heel erg verdrietig was of zo. Bij mij was het gewoon niks. Nee. Ja. Dat lijkt me afschuwelijk. Ja, zeker omdat ik vroeger als kind was ik heel erg explosief. Dus ik vond alles vet en ik wilde alles doen en ik vond alles mooi. En op een gegeven moment zie je dat geleidelijk gewoon weggaan. En ik denk dat mensen om me heen het nog het ergst vinden. Om zo, zoals je eigen zoon zo, niet zien worden. Maar had je het zelf door dat je veranderde? Ja, ik had het zelf al door. Maar ik dacht, ik moet er maar mee leven of zo. Oké. Dat is ook raar. Je denkt er zo, ik kan me nu ook niet meer voorstellen hoe ik zo dacht. Dat is het rare, want het is echt een ziekte. Kun je weer terug naar die tijd of kun je dat eigenlijk niet meer? Het is ook best wel een gat voor mij. Misschien omdat ik het gewoon weg wil stoppen, maar ja. Het was gewoon opstaan, slapen, opstaan, slapen, opstaan, slapen. Ik kan me niks herinneren van wat ik daartussen deed. Maar even terug, want je moeder die zei op een gegeven moment, misschien moet je met iemand gaan praten. Ja. En dat ben je gaan doen? Ja, ik ben naar de psycholoog gegaan. Ik zei, hey joh, het gaat niet zo goed met mij. Nou, dat zie ik. En toen gepraat. En het is heel grappig, want het eerste wat je gaat doen, je denkt, oh, je gaat heel erg over je verleden kijken, wat er allemaal is gebeurd. Het eerste wat je gaat doen is zeg, nou, doe elke dag een spelletje met je moeder. Zulke kleine dingen. Heel klein beginnen. Of maak een taart 1 keer per week. En toen dacht ik, nou, ik ga dat niet doen. Dat helpt mij toch niet. Ik kom hier om in mijn problemen te verhelpen. En ik deed dat. En uiteindelijk kon ik toen pas echt erover praten. Je moet eerst de motor weer een beetje starten, voordat die weer kan lopen. En hoe werkt dat dan? Dus je hebt een soort van kleine opdrachtjes die je dan krijgt? Ja, het zijn hele kleine opdrachtjes. Het is of schrijf per dag 1 woord op, hoe je dag was. En ik deed dat op mijn eigen manier, want ik heb heel erg dat ik... Volgens mij is het ook zo'n naam, dat je bijvoorbeeld getallen met kleuren verbindt en muziek met gevoel en zo. Ja? Dus ik schreef elke keer 1 kleur op, hoe ik me toen voelde. De kleur van de dag? De kleur van de dag, ja. Okay. En het werd dus van zwart, ging het naar grijs en toen was het voor mij al een heel groot feest. Dat ik niet meer,
grijs was voor mij al een verandering. Ja. Dus geleidelijk aan ging het eigenlijk steeds beter. Het ging steeds beter. En dat geleidelijk, op een gegeven moment, ik weet niet wat voor dag het was, maar in één keer was het rood of blauw. Okay. Het was dat was heel raar, want het ging geleidelijk van zwart naar grijs en toen was het ineens alle kleuren. Toen brak de zon door. Ja, en toen, vanaf toen ben ik weer de explosie geworden, net vroeger. Oké. Okay. Vlieg ik overal heen en vind ik alles vet en wil ik alles zien en zulke dingen. En hoe uitziet dat nu? Nou, ik zit natuurlijk op school, maar ja, ik ben totaal niet meer met school bezig. Eigenlijk per se, ik wil niet zoveel mogelijk weten over wat er bijvoorbeeld in Brazilië omgaat. Ik wil gewoon alles weten en zien. En ik ben ook gewoon drukker dan eerst. Je bent hongerig naar alles. Ja, ik wil alles zien. Ik heb alsof ik zeg maar van 14 tot en met 18 moet ik in, die 4 jaar moet ik inhalen. Dus ik ben nu ook gewoon een beetje puberaal aan het doen, omdat ik dat nooit gedaan heb. En hoe bevalt het? Ja, heel leuk, ja. Mensen vinden mij een beetje irritant, maar dat vind ik juist wel leuk. Oké. Ja. Hey, en je vertelde net dat je schreef dus iedere dag een kleur op een gegeven moment. Is dat schrijven ook iets wat wat door is gegaan tot in deze tijd? Ik hou niet meer per se bij de kleuren, maar ik schrijf nu gewoon elke dag een beetje op wat ik ervan vind. En natuurlijk toen ik 14 was, begon ik ook met korte zinnetjes op te schrijven. Eerst waren het gewoon hele grappige soort rapzinnetjes. Dat ik bijvoorbeeld, eentje van leuk was ik maar elke dag jarig, want dan was ik niet dood. Dat is natuurlijk een heel pijnlijk zinnetje, maar ik vond het heel grappig. Ja. Ja. En ik schreef steeds langer en ook steeds vager. En ook, het was steeds pijnlijker werd het. Maar nu die kleurenexplosie is, schrijf ik nu bijna alles op wat ik raar vind of bijzonder. Of bijvoorbeeld vandaag zag ik iemand met raketjes lopen, het ijsje. Toen dacht ik, het is -3, hoe ze lopen niet met raketjes. En dan schrijf ik dat op en dan is heel mijn dag gemaakt. Dan denk ik, ja, dit is grappig hoe de mensen zo raar zijn. Ja, ja. Ja. Dus de schoonheid van het waarnemen eigenlijk. Ja, dat als je daar echt op let, dus dat wil ik ook echt wel meegeven aan mensen. Ja. Want toen ik dat besefte van hoe raar of hoe mooi kleine dingen zijn. Dus ik kan soms naar een kanaal kijken en dan denk ik, wow, het is vet dat dat water iets sneller gaat dan dat andere water. Of als je naar buiten kijkt en ziet mensen chocomel drinken, denk ik, ja, ik vind het weer leuk hoe die weer een connectie hebben met elkaar en dat ik daar niks van af weet. Maar je kunt je ook voorstellen dat dat een taak voor jou is. Hè? Ik moet het echt doen, ja. Jij moet het echt doen, maar je ziet het ook. Dus je kunt je ook voorstellen dat niet alle mensen die aandacht voor de dingen hebben en dat heel veel ze ontgaat. Ja, dat is... Maar het mooie is dat jij dat wel ziet, in die kleine dingen, en dat je daar juist inspiratie uit put om er iets mee te doen. Ja. Ja, dat is ook gewoon de wereld waar we nu in leven is, dat je 10.000.000 prikkels krijgt in één keer. Ja. Maar als je gewoon een keer in het park gaat zitten en je kijkt 3 uur, dan kun je een heel boek over schrijven. Ja, jij wel. Het kan niet iedereen. Ja, oké, misschien is dat het. Hey Sven, zou je het leuk vinden om iets wat jij schrijft ook voor te dragen hier? Ja, ik heb wel wat, denk ik. Ja? Dit was in de periode van het omslagpunt, zeg maar. Omslagpunt? Dat ik van grijs naar regenboog ging. Oké. Ik ga hem nu voorlezen. Ik ben heel benieuwd. Het gedicht heet Het Kanaal. Kringetjes over het schuurtje balanceren zo goed met de geur van natte broeken in de hal. De druppels vang ik op in mijn WhatsApp-lijst om te laten zien dat het goed met mij gaat. Prima of beter, zin in kerst, zin in seks. Wandelend in het paadje vraag ik mij af of het niet gewoon mijn schuld was dat mijn favoriete seizoen veranderde. Het schuurtje, nu iets verder weg, heeft een zwembad waar de naakten zingen. Ik mis je echt niet hoor, heb geen tijd meer voor binnenzitten. Het pannenkoekenhuis met die niet afgewerkte prullenbakken, daar begon het lijden van het genieten al. Mijn schoenen zijn vies, al zijn ze dat altijd eigenlijk. Gerustgesteld veeg ik ze af aan wat mannen. Ben langer, ben banger, vlechtjes nu ook. Ja, 20 minuten ben ik er, of na 20 minuten ben ik er wel klaar mee, die sentimentele shit. Bouw een hutje op de bank met mijn zus en denk aan vroeger, toen ik nog buiten speelde in de kou. Lantaarnpalen uit, tijd om toen naar nu te gaan. Mooi Sven, ja. Dankjewel. Alsjeblieft. Helaas hebben we maar 10 minuten. Ik heb eigenlijk nog veel meer aan jou te vragen, maar daar hebben we geen tijd meer voor. Okay. Maar ik wens jou in je leven heel weinig zwart en heel veel kleur. Want volgens mij komt daar veel verwondering in. Dat komt helemaal goed. Dankjewel.